Het klassieke beeld van een hartinfarct is dat van de 50-jarige man die tijdens een partijtje tennis tegen de vlakte gaat. Toch komt een hartinfarct ook vaak bij vrouwen voor. Maar de klachten die eraan vooraf gaan, zien er bij vrouwen vaak heel anders uit, waardoor de diagnose lang niet altijd juist gesteld wordt. Ik was aan het stofzuigen en ik raakte gewoon buiten adem. Dus ik moest echt even zitten. Zo van, dat is niet goed dit. Maar ook, ook dan gaan er geen bellen rinkelen. Ik bedoel, ja, ik ben nog hartstikke jong. Dus ik had zeker niet in de gaten dat het iets met mijn hart zou kunnen zijn. Voor mezelf had ik het idee dat ik griep had. Omdat ik een soort zeurende pijn tussen mijn schouderbladen. Echt zoals je je kunt voelen als je griep hebt. Brigitte besluit om naar de huisarts te gaan. Maar die kan niks vinden. Omdat de pijn maar niet zakt, bezoekt zij dezelfde avond nog de huisartsenpost. Ook hier is de diagnose niet alarmerend. Maar omdat de pijn steeds erger wordt, belt Brigitte de volgende dag toch weer haar huisarts. En zij zegt tegen mij van, ik lees hier dat het je slokdarm is. Ze zegt, slik maar eventjes wat Rennies. Dus ik heb de hele dag Rennies zitten eten. En ik heb me de hele dag dus... heel beroerd gevoeld. En die Rennies die hielpen natuurlijk niet. De pijn blijft maar toenemen en wordt zo heftig dat Brigitte onwel raakt. De ambulance wordt gebeld. Die artsen die hebben naar me gekeken en die hebben me een pijnstiller gegeven. Want zij konden dus op dat moment ook niet zien dat het mijn hart was. Ze hebben geen hartfilmpje gemaakt. Maar ambulances hebben wel de mogelijkheid om ter plekke een hartfilmpje te maken. Ja, dat heb ik achteraf ook begrepen. En ik heb achteraf ook begrepen dat het een kwestie van een paar minuten werk is. Dat het echt eigenlijk niet zoveel voorstelt. Maar dat ze dan wel kunnen zien dat er wat aan de hand is. Brigitte is niet de enige vrouw bij wie een hartinfarct over het hoofd wordt gezien. Dit gebeurt vaker bij vrouwen. Maar hoe kan dat? We gaan langs bij het VUMC en spreken daar met Wouter Bos, de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, en met interventiecardiologe Jolande Appelman. Wat we nu beter weten is dat het palet aan klachten bij vrouwen is toch wat uitgebreider. Ze hebben toch vaker wat atypische klachten. Het wordt ook echt zo genoemd bij ons in het boek, atypisch, gek genoeg. En dat de aandacht van het echte pijn op de borst daardoor wat verdwijnt. Dus ze vertellen hun verhaal wat uitgebreider, dat is één. En twee is dat ze vaak wat meer klachten hebben, waardoor de aandacht van het typische klachtenpatroon ook wat wordt afgeleid. Het is helaas misschien ook een kwestie van vooroordelen. Hè? Een bekend voorbeeld uit de wetenschappelijke literatuur is dat als een man met hartklachten op de spoedeisende hulp terechtkomt, dan is de kans toch groot dat hij naar de cardioloog gaat en dat er daar eens bekeken wordt dat er met hem aan de hand is. Terwijl als een vrouw met dezelfde klachten op de spoedeisende hulp komt, dan wordt er gevraagd of er misschien stress is of een burn-out en wordt er makkelijker naar de psycholoog verwezen. Het beeld dat artsen hebben dat een jonge vrouw geen hartinfarct krijgt, speelt een belangrijke rol bij het missen van hartinfarcten bij vrouwen. Maar hoe zit dat met die atypische klachten? Waarom hebben vooral vrouwen daar last van? Dat is de benoeming die in de leerboeken helaas gegeven is. En dat heel veel is natuurlijk op mannen gebaseerd geweest. Waardoor als hondmannen zich melden met die klacht, dan wordt dat als zodanig als typisch omschreven. En de rest is eigenlijk atypisch. Ja, en daar vallen veelal die klachten van vrouw onder. Omdat er in het verleden voor onderzoek naar hartproblemen vooral mannen zijn gebruikt, zijn artsen veel minder bekend met het bijbehorende klachtenpatroon van vrouwen. Ook bij Brigitte kwamen de artsen hier veel te laat tot de conclusie dat ze een hartinfarct heeft. En dat terwijl een simpel hartfilmpje mogelijk voldoende was geweest. Ze hebben er echt geen moment aan gedacht. Dus dat vind ik bizar. En dat is ook de reactie van iedereen die het verhaal van mij hoort. Waarom hebben ze geen hartfilmpje gemaakt? Het was maar een kleine moeite. En het zou zoveel schade hebben kunnen schelen. Maar omdat de artsen er bij Brigitte pas zo laat achterkomen, werkt haar hart nu nog maar voor 70%. Het had ook veel erger kunnen aflopen. Volgens haar cardioloog mag Brigitte van geluk spreken dat ze nog leeft. Als je dat dan hoort en je hebt een zoon van 10, dan dat hakt er wel in, hoor.
In de medische wereld is inmiddels de nodige aandacht gekomen voor hartproblemen bij vrouwen. Maar toch gaat dit lang niet altijd vanzelf. Het is ook niet leuk om toe te moeten geven dat je je misschien op zekerheden hebt gebaseerd die niet voor iedereen even zeker zijn. Dat de dingen waarin je mensen onderwezen hebt misschien niet voor elke patiënt in even grote mate opgaan. Daarmee gooi je ook een boel over hoop en dat is ook lastig en ook vervelend. Maar ik denk dat voor iedereen die zich erin verdiept geldt, als je dit eenmaal weet, dan kun je nog maar één kant op. En dat is de boel recht trekken. Als het gaat om hart- en vaatziekten bij vrouwen, dan blijkt dat vrouwen vaak hele andere uitingsvormen hebben dan mannen. En waar de mannelijke varianten vrij goed in kaart zijn gebracht, blijkt dit voor de vrouwelijke varianten juist niet het geval te zijn. En dat komt mede doordat er in de onderzoeken vaak alleen mannelijke proefpersonen worden gebruikt. Iets wat Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUMC, ook pas sinds kort weet. Ik wist het zelf ook niet, zeg ik met het schaamrood op mijn kaken, dat als medici onderzoek doen, dat je, of het nou om proefpersonen gaat of om proefdieren, dat mannen meer voorkomen in die populaties dan vrouwen. Dat een vertekening geeft van je onderzoeksresultaten. Als je dan tegenover een genetica zit die je uitlegt dat genetisch gezien het verschil tussen een man en een vrouw groter is dan tussen een man en een mannetjesaap, dan realiseer je dat je best veel over het hoofd ziet. Een van die zaken die lang over het hoofd is gezien is dat vrouwen vaker last hebben van afwijkingen in de kleine bloedvaten in plaats van de grote, waar mannen vaker last van hebben. Het probleem is echter dat de afwijking van de kleine vaten met een hartkatheterisatie niet waar is te nemen. Als je dus met die indicatie die hartkatheterisatie doet, kan het zijn dat je dit ziet. Oftewel, je ziet helemaal geen vernauwingen. En dat is wat we vaker zien bij jonge vrouwen die zich melden wel met klachten en met ook wat schade aan het hart, terwijl de bloedvaten goed open zijn. En u ziet hier al dat de bloedvaten zich vertakken in steeds kleinere vaatjes, maar ze uiteindelijk zo klein worden dat je ze niet meer ziet op dit beeld, hè, met een angiografie. En die kleine vaatjes thuis, die je eigenlijk niet ziet, daar zit dan het probleem. En je kunt ook zien eigenlijk dat je daar met een dotbehandeling, dus het verwijden van de vernauwing of het plaatsen van de stent, ja, dat gaat daar niet. Nettie Kraai, u kreeg een paar jaar geleden klachten. Welke waren dat? Eind 2009, toen kreeg ik pijn op de borstklachten, kortademigheid, extreme vermoeidheid. Toen bent u naar de dokter gegaan, neem ik aan. Wat dachten ze aan? Nou, in eerste instantie niet aan hartklachten. Nee. Dus nee. Ik heb best wel een poos nog doorgelopen. Hebben ze daar helemaal niet aan gedacht? Nou, wel een beetje aan hartklachten, maar niet aan de gewone hartklachten, zeg maar. Ja. Is er een foto gemaakt? Er zijn foto's gemaakt, ja. En was daar op te zien en dat in de catheterisaties niet? Nee, er was in alle standaard hartonderzoeken was het niet te zien bij mij. Nee. Hoe lang heeft het geduurd voordat ze erachter kwamen dat het wel het hart was? Nou, dat heeft zeker 2 jaar geduurd. Ja. En hoe kwam dat? Hoe bent u er uiteindelijk achter gekomen? Ja, uiteindelijk eigenlijk op initiatief van mezelf, want anders had het nog veel langer dan 2 jaar geduurd. Ben ik naar een overgangsconsulente gegaan om even te vragen van, ja, het was het jaar dat ik 50 werd, dus dan ga je ook een beetje aan overgangsklachten denken. Ja. En zij had een beetje connecties met een afdeling cardiologie, die overgangsconsulente. En toen zegt ze ook, nou, ik denk toch eerder dat het toch wel naar je hart is dan overgangsklachten. Ja. Maar 2 jaar, dat is wel lang, hè? Ja, dat is heel erg lang als je met... Als je hartpatiënt onduidelijke bent, pijn loopt. Zeker. Ja, als je kijkt naar de verschillen in hart- en vaatziekten tussen mannen en vrouwen, dan stopt het niet alleen bij de typische of atypische klachten, of de grote vaten en de kleine vaten. Het verschil kan hem ook zitten in de manier waarop de pompfunctie van het hart verstoord is. Je hebt een vorm van hartfalen waarbij de knijpfunctie van het hart gestoord is. En je hebt een vorm van hartfalen waarbij de vullingsfunctie van het hart gestoord is. Dan is het hart wat stijver en kan het zich niet goed vullen. Beide vormen komen eigenlijk even vaak voor. Maar met name de laatste vorm, waarbij de ontspanningsfase van het hart gestoord is, komt het veel vaker voor bij vrouwen en met name na de overgang. Over deze vorm, die ook wel diastolisch hartfalen wordt genoemd, was lange tijd weinig bekend. Door artsen werd zelfs gedacht dat deze vorm minder schadelijk is.
Vrouwen die hier last van hadden, kregen dan vaak te horen dat het met hun hart wel goed zat. In het verleden, omdat de kennis ook zeker ontbrak, is gezegd met het hart is het in orde. Gelukkig is dat inmiddels absoluut anders. En hebben we wel mogelijkheden om het beter te diagnosticeren. Echter is dat nog onvoldoende ontwikkeld. En is ook de kennis omtrent de oorzaak van dat hartfalen, van dat soort van hartfalen, ja, echt onvoldoende. Om die kennis te vergroten is meer onderzoek naar hartfalen bij vrouwen noodzakelijk. Het belang hiervan wordt nog eens onderstreept door een tragisch voorbeeld uit het verleden. Er is een medicijn voor hartfalen, digoxine. Daar is een hele grote studie naar gedaan en dat had een positief resultaat. Dat dat een goede therapie was tegen hartfalen. Een tijdje later is gekeken of er een verschil was tussen mannen en vrouwen. En daarbij zag je dat bij vrouwen dat de sterfte hoger was bij het gebruik van het medicijn. En dat is daardoor dus ook gestopt. Dat er in het verleden zo weinig vrouwen als testpersoon zijn gebruikt, heeft dus soms desastreuze gevolgen gehad. Maar ook voor de toekomst is het van groot belang dat er meer specifiek onderzoek naar hartfalen bij vrouwen komt. Mijn onderzoek gaat zich de komende jaren echt richten op diagnostiek. Dus het eerder en beter herkennen van dit soort problemen bij vrouwen. Ik wil daar een bloedtest voor gaan ontwikkelen. Maar tegelijkertijd wil ik ook heel graag begrijpen waarom vrouwen dit soort problemen meer ontwikkelen dan mannen. We dachten vroeger dat het eigenlijk niet zo ernstig was. Maar we zien nu dat het een hele ernstige vorm is van hartfalen. Er gaan heel veel vrouwen aan dood. En we hebben er dus eigenlijk niet genoeg onderzoek nu naar gedaan om het goed te kunnen diagnosticeren, maar ook om het goed te kunnen behandelen. Er zijn eigenlijk een heleboel problemen rondom dat type hartfalen, terwijl het heel veel voorkomt. Je ziet dat er nu nog een 50-50 verdeling is tussen de knijpfunctie hartfalen en de vullingsfunctie hartfalen. Maar die laatste zal enorm toenemen. Waarbij ook het percentage vrouwen daarin sterk toeneemt. En dat betekent ook dus dat de doodsoorzaak wel zal veranderen in de komende periode. Bij mij aan tafel Janet Vaassen, directeur van Women Inc. Welkom. Okay. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 voor vrouwen. En onderzoek is dus echt nodig. Maar zijn er eigenlijk nu specifiek medicijnen voor vrouwen die deze klachten hebben? Nee, die zijn er dus niet. Helemaal niet? Zijn er helemaal niet. En dat wordt ook al een paar keer in het filmpje genoemd, hè, dat juist het onderzoek eigenlijk al die tijd ook niet op evenredig op mannen en op vrouwen gebeurd is. En misschien wel goed om te vertellen hoe dat van oudsher zo gekomen is. Dat was ooit, toen de medische wetenschap ontstond, om de vrouw te beschermen, omdat ze mogelijk zwanger kon zijn. En eigenlijk ter bescherming van de vrouw bedoeld. Maar het is eigenlijk al die tijd ook volgehouden en ook bewust of onbewust worden vrouwen nu vaak uit onderzoek gelaten, omdat ze ook al die complexe hormoonbeelden kunnen hebben. En dat levert een heel ingewikkeld plaatje op. Nou, wij vinden het anno nu 2015 niet meer kunnen als Women Inc. Wij zijn dan een vrouwennetwerk wat voor de kansen van vrouwen opkomt. En vandaar dat we het ook flink op de kaart willen zetten komend jaar. Ja, want het kan het onderzoek wel lastig zijn, al die hormoonspiegels. Maar dat is natuurlijk wel de realiteit wat vrouwen met zich meebrengen. Die vrouwen hebben ook last van die hormoonspiegels. En misschien heeft het slikken van de pil wel invloed op het gebruik van andere medicijnen. Absoluut. En het is ook een beetje het probleem verschuiven om het niet in onderzoek mee te nemen. Want dan vind je het ergens anders terug in diagnose en behandeling als probleem. Ja, is het alleen bij hartfalen zo dat er zo weinig onderzoek gedaan is, specifiek ook naar vrouwen, hoe die reageren? Nou, hart- en vaatziekte is eigenlijk wel de bekendste case. Ook omdat er natuurlijk zo'n urgentie, hè, van leven en dood aan deze specifieke aandoening hangt. Ook omdat er een aantal cardiologen zich enorm heeft ingespannen afgelopen jaren, soms hun hele leven al, om dit op de kaart te zetten. Maar nee, het is veel breder. Toen wij als Women Inc. een oproep deden eigenlijk aan bredere specialismen, toen melden zich heel veel verschillende hoogleraren, specialisten en beleidsmakers, ook van hele andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld reuma, depressie, migraine. En die gaan misschien minder over leven en dood, maar daar gaat het natuurlijk enorm over kwaliteit van leven van vrouwen en daarmee samenhangend arbeidsverzuim bijvoorbeeld als maatschappelijk probleem. Nou, wat kunnen vrouwen zelf doen?
eigenlijk mannen en vrouwen samen die zitten te kijken, zou ik willen benoemen. Wees je bewust dat er zo'n groot verschil is. En wees je bewust bijvoorbeeld dat al onbekende druk op de borst bij een hartinfarct, dat het bij vrouwen dus ook en vaker gecombineerd gaat met veel verschillende kwesties. Zoals bijvoorbeeld pijn in de rug, pijn in de kaak, pijn in de nek of een heel ernstige vermoeidheid. Ja, dat moet je maar net weten, ook als je de partner van die vrouw of de zoon van die vrouw op de bank bent. Daarnaast zou ik tegen vrouwen ook willen zeggen, durf ook allerlei dingen, wat je net zelf ook al aangaf, die met hormonen te maken hebben. Slik je de pil? Heb je specifieke aandoeningen tijdens je zwangerschappen gehad? Ben je misschien in de menopauze? Dat is heel relevante informatie voor een arts. En ik ben zelf geen arts, dus ik verwijs heel graag naar de site van de Hartstichting en naar de Hart- en Vaatgroep, de patiëntenvereniging van de hart- en vaatziekten, die veel meer en veel specifieker weten. Die vind je allemaal via jullie site en die van ons, www.womeninc.nl. Maar één ding zou ik ook willen toevoegen. Ik vind dat we ervan uit moeten gaan dat behandelaars nu ons met de kennis behandelen die ze nu hebben. Maar die geven zelf ook aan dat ze graag heel veel meer onderzoek naar dit onderwerp willen. Of dat de kennis die er is veel beter bijvoorbeeld via opleidingen verspreid wordt. Ja. En dat is waar we voor pleiten. Ja, en daar gaan jullie volgend jaar mee aan de slag. Ja. In 2016, want jullie hebben dat op de kaart gezet bij minister Schippers. Wat gaat zij doen, heel kort? Heel kort. Wij hebben ervoor gepleit met deze kennisagenda met al de allianties samen. Zij heeft in de begrotingsbesprekingen aangegeven dat we het in de voorjaarsnota kunnen terugvinden. We gaan vinger aan de pols houden of dat een langdurig en substantieel onderzoeksprogramma oplevert. En we gaan als Women Inc. een publiekscampagne starten. Want ik kan niet leven met dat het atypisch genoemd wordt, nee. Klachten van vrouwen. We gaan vertellen wat het inhoudt, zodat mensen zelf kunnen opletten. Niet vrouwen alleen, maar ook zoons, mannen en iedereen die er verder bij betrokken is. Meer informatie via radartv.nl. Dank voor het gesprek. Dank.